Vandaag is een hele belangrijke dag, omdat we vandaag een nieuwe overdekte playground gaan onthullen. En dat is echt nieuw voor Nederland. We hebben deze sportoverkapping echt te danken aan de inzet van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen hebben we dit kunnen realiseren. 3, 2, 1, 0! En daar gaat ie! Het is een eer als je wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan een playground van de Krajicek Foundation. Ik kom uit de tijd dat, weet je, niet zeuren, gewoon buiten lekker spelen. Alco regent het, er was altijd buiten wat te doen. Ja, we leven gewoon in een andere tijd. Aan de ene kant moeten we een klein beetje teruggeven, aan de andere kant moeten we ook iets harder zijn, vind ik. Maar zo'n overdekt veld lijkt mij echt een prima oplossing. Ja, wat een fantastische opening, hè? Ja, het is echt een hele happening hier in Den Haag. Mensen van de gemeente zijn er, Soufian Touzani is er. Ik mag het dan presenteren en ik mocht ook de officiële handeling verrichten. Ja, het is te gek. Het is natuurlijk zo belangrijk dat kinderen nu 365 dagen per jaar gewoon kunnen sporten. Overdekt, maar niet alleen de kinderen kunnen hier gebruik van maken. Eigenlijk ook de hele buurt en de wijk. Dus voor de sociale cohesie is het heel erg belangrijk. Ja, de gemeente Den Haag vindt dit soort plekken heel belangrijk, omdat er ook in Den Haag best wel veel kinderen aan overgewicht lijden. Ja, en als ze lekker sporten, dan hebben ze een lekkere slanke lijn. En misschien zitten er ook nog talentjes van ADO tussen. En bovendien is sporten gewoon leuk en gezond.